65 jaar geleden, in het ijzeren gebied van de Oeral, speelt zich een mysterieus tafereel af. 9 jonge avonturiers, bekend als de Dyatlov-groep, gaan op een expeditie die hen allemaal fataal zal worden. Uiteindelijk wordt hun tent gevonden, gescheurd en verlaten, terwijl hun lichamen verspreid lagen in de sneeuw. Wat zich precies heeft voltrokken die noodlottige nacht, dat is tot op de dag van vandaag een raadsel. Dit Dyatlov Pass incident blijft misschien wel het grootste mysterie ter wereld. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe video. De allereerste video van dit jaar, jongens. En dit gaat me er eentje worden. Jullie weten dat ik echt extreem getriggerd word door mysteries. Het heet natuurlijk ook niet voor niets misdaad en mysterie. Dus vandaag heb ik een incident uitgekozen. Misschien wel het grootste mysterie ooit op de wereld gekend. Ik heb er vannacht serieus over gedroomd. En dat doe ik niet zo vaak. Maar ik heb dat telkens als ik een mysterie uitwerk, dat ik erover ga dromen. Waarschuw jullie alvast, het verhaal van vandaag kent vele theorieën. Maar de uiteindelijke theorie en wat er uiteindelijk gebeurd is, is tot dusver niet 100% bekend. En er zijn veel mensen die daar niet tegen kunnen, dan weet je het alvast. Er zijn best wel wat details over de lichamen te vinden. Die vertel ik niet in mijn YouTube-video, omdat de informatie hier niet toegestaan is. Maar de ongefilterde versie is te beluisteren via mijn podcast Moordkast. Moordkast is exclusief te beluisteren op de app Podimo. Dus ben je erin geïnteresseerd, zorg ervoor dat je abonneert. En met mijn linkje onder in de beschrijving krijg je dus de eerste 30 dagen gratis. Zorg ervoor dat je aanmeldt via podimo.nl/moordkast. En beluister daar dan ook de aflevering over het Dyatlov incident. Dan is het natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week. Elke week geef ik een shout-out weg aan iemand onder in de comments. Wil je meedoen? Zorg ervoor dat je iets achterlaat onder de hashtag onder die. En ik zou deze keer heel tof vinden als we gaan speculeren, hè, met z'n allen. Wat denken jullie wat er gebeurd is? Wie weet word jij de volgende keer wel genoemd. De shout-out deze week is voor Tessa Sterren. Hi Dionne, als eerst, ik hoop dat je een fijn 2024 hebt. Dat hoop ik voor jullie natuurlijk ook. Deze zaak deed me denken aan de zaak van Andras Pandi. En dat gaat over de zaak die ik met kerst heb geüpload. Ronald Gene Simmons. Er zitten best wel wat overeenkomsten in, hè, met de Belgische zaak Andras Pandi. Denk je dat de zaken hetzelfde motief hebben gehad? Even een recap. Andras Pandi is een man, een Hongaarse man, die leefde in België. Die heeft 6 van zijn familieleden vermoord. 5 van die moorden heeft hij gepleegd samen met zijn dochter. Daar had hij ook een incestueuze relatie mee. Dat komt natuurlijk heel erg overeen met Ronald Gene Simmons. Het motief van Andras Pandi, ja, daar moeten we maar naar gissen. Want hij heeft de moorden nooit bekend. En hij is dus ook nooit open geweest van waarom dit volgens hem moest gebeuren. Dus dat is lastig te zeggen. Maar er zitten inderdaad veel gelijkenissen in. Dus wie weet, ook wel het motief. Trouwens, eergisteren is de eerste aflevering op tv verschenen van Moordpillen, mijn documentaire over ADHD-medicatie. En mijn hele zoektocht naar de diagnose, naar wat het beste voor mij is. Vind je het interessant? De gehele docu, aflevering 1, 2 en 3, is op NPO Start te bekijken. Ik ga er binnenkort eens echt een video over maken hoe het nu met me is. Wat betreft de nieuwe diagnose. En ook wat uitleggen over de documentaire, de titel, waarom we dit hebben gedaan. En ik krijg gewoon ontzettend veel vragen en ook een hele hoop lieve reacties binnen. En daar kan ik dan wat dieper op ingaan. Dus stay tuned en kijk vooral de documentaire Moordpillen op NPO Start. Of kijk gewoon elke woensdag naar BNN. Want aankomende woensdag wordt aflevering 2 uitgezonden en de woensdag erop aflevering 3. Aan iedereen die gekeken heeft, ontzettend bedankt. Dan gaan we het heel snel hebben over het Dyatlov Pass incident. Dit verhaal speelt zich af precies aan het einde van deze maand, 65 jaar geleden, in 1959 in Rusland. Het is echt onwijs interessant. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel als heel heftig kan worden ervaren. Dus ben je onder de 12 jaar oud, zorg ervoor dat je deze video wegklikt. En het is gewoon een mysterie die je niet in de koude kleren gaat zitten. Wat deze 9 jonge mensen hebben moeten doormaken is extreem verdrietig en pijnlijk ook. Niemand zou zo aan zijn einde moeten komen. Dus houd er rekening mee. Zijn dit onderwerpen waar je gewoon heel slecht op gaat? Kijk deze video dan ook maar gewoon niet. Verder is het niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig te praten over wie dan ook in dit verhaal. En alle informatie die ik jullie geef is informatie gevonden op het internet. En er is een heleboel over te vinden. We gaan maar heel snel beginnen, want het is nogal wat. Ik hoop dat ik alle namen plekken goed kan uitspreken. En anders weten jullie waardoor het komt, want ik spreek nou helemaal geen Russisch. Dus ik ga maar heel snel beginnen met dit verhaal. Het verhaal van het Dyatlov Pass
incident. Dit verhaal gaat dus over 9 jonge Russische hikers en over hun mysterieuze verdwijning en over hun mysterieuze dood. Het begint op 23 januari 1959. Op die dag vertrekken 10 studenten van de Technische Universiteit van de Oeral op een hiketocht. De groep staat onder leiding van een 23-jarige jonge man. En het hele incident is ook naar hem vernoemd. Zijn naam is Igor Dyatlov. Nogal een verantwoordelijkheid hè, op je 23ste ook. Igor Dyatlov is dus een student aan de universiteit. Hij heeft die hiketocht georganiseerd. De groep bestaat uit 10 mensen. En die zouden een tocht gaan maken naar de Otorten. En dat is een bergtop in het Russische Oeralgebergte. Alle 10 mensen uit die groep waren stuk voor stuk zeer ervaren bergsporters. Ze hadden allemaal al heel wat hiketochten afgelegd. En in de Siberische sneeuw moet je dan ook echt kunnen skiën om überhaupt die tochten te kunnen maken. Dat is een hele belangrijke vaardigheid en alle 10 hadden ze dat gewoon prima onder de knie. Na deze tocht kreeg ze ook een soort onderscheiding. Dan zouden ze de 3e graad in de bergsport krijgen. En dat is een bepaalde gradatie, hè? Ik weet niet precies hoe dit zit. Het is het hoogst haalbare in Sovjet-Rusland. Dus het is nogal wat. Alle 10 mensen in die groep willen dus dolgraag die tocht gaan maken om die onderscheiding te kunnen krijgen. De tocht wordt bijgehouden door middel van logboeken, dagboekjes. Vandaar dat er best wel wat inhoudelijke informatie over de trip valt te geven. Daarbij hadden verschillende mensen binnen de groep camera's mee, fotocamera's met rolletjes, hè, zo'n analoog ding. Heb ik vroeger ook nog gebruikt. Want ja, zo oud ben ik nou eenmaal. In de jaren 90 had je dat ook nog gewoon. Maar er zijn dus ontzettend veel foto's van die trip te vinden. En het maakt dit hele verhaal nog een stuk grimmiger. Je ziet het tijdsbeeld hè, van die hele situatie. Hoe oud die foto's zijn, dat heeft ook wel iets waarvan ik denk, krijg ik een beetje de rillingen van. Maar ook dat het ene moment de groep ontzettend vrolijk bij elkaar zit op een truck. En het andere moment zijn ze er niet meer. Ik ga even stuk voor stuk de expeditieleden af. En nee, we hebben het niet over expeditie Robinson. Ja, de expeditieleden van de Dyatlov groep. Nou, dan beginnen we bij de leider van de groep. Dat is Igor Dyatlov, 23 jaar. Yuri Yudin van 21 jaar. Yuri Doroshenko van 21 jaar. Dan hebben we de 24-jarige Georgi Kivornishenko. Dat is een vriend van Igor. En hij ging mee met bijna elke tocht die Igor ook deed. Dus zij kenden elkaar hartstikke goed. De jongste van de groep, dat is Lydia Dubininia. Nee, daar ga ik al, jongens. Dat is verkeerd hoe ik het uitspreek. Het is Lydia Dubinina. Jullie weten dit misschien niet, maar ze is een naamgenootje van mij. Want in mijn paspoort heet ik gewoon Lydia. Mijn eerste naam. Dionne staat niet eens in mijn paspoort. De diehard volgers onder ons, die weten dit misschien wel. Voor kleins af aan is mijn roepnaam altijd Dionne geweest. Dus ik luister niet naar Lydia. Maar goed, hè, toch delen we deze naam. Lydia. Ze was 20 jaar oud, dus echt het jonkie van de groep. Dan hebben we nog Alexander Kolevatov van 24 jaar. Zinaida Kolomagrova van 22 jaar oud. Rustik Slobodin, 23 jaar. Dan hebben we Nikolai Thibault Brinol. Dat is een Franse achternaam, want hij komt uit een Franse familie. Hij is 23 jaar oud. En de laatste die meegaat, dat is een wat oudere man. Dat is geen student dus. Zijn naam is ook Alexander, maar hij werd ook wel Sascha genoemd. En omdat er een andere Alexander in dit verhaal zit, noem ik hem ook gewoon even Sascha. Zijn naam is dus Sascha Solatariov en hij was 38 jaar oud. Ja, je vraagt je misschien af, wat doet deze vent hier in het midden van al die jonkies? Hij zou zich echt hebben aangemeld bij Igor om mee te gaan met deze tocht, omdat hij die 3e graad onderscheiding nodig had voor die bergsport. Omdat hij die kwalificatie nodig had, wilde hij dolgraag met die groep mee. En dat gebeurde ook. Uiteindelijk zijn ze met 10 personen. De groep bestaat in totaal uit 8 mannen en 2 vrouwen. De groep neemt in het plaatsje Jekaterinburg een trein naar Serov. In Serov wordt de groep aangehouden omdat een van de expeditieleden het nodig vond om keihard te gaan zingen. En daarom wordt diegene aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Dat heeft best wel een tijdje geduurd. Toch kan de groep gelukkig door, diezelfde dag nog. En ze reizen per trein en per bus verder richting de bergen. Op 27 januari begint de tocht dan uiteindelijk echt. Met een slee gaat de groep naar verlaten Mijndorp. Hoe romantisch klinkt dat ook, hè? Hoe fantastisch.
alles nog gewoon zo ja, primitief, moet ik dat noemen? Slee? Nee, dat vind ik ook weer niet primitief. Maar het is wel natuurlijk een beetje ouderwets en kneuterig. Nu zullen we allemaal van die apparaten hebben, sneeuwscooters en dat soort dingen. Maar zij gingen gewoon nog echt met een slee. I love it. Als ze aankomen in dat mijn dorpje, dan moet een van de leden de groep verlaten. Dat is Yuri Yudin. Hij is 21 jaar, maar met zijn gezondheid gaat het niet al te goed. Hij heeft onwijze last van zijn knieën gekregen. En dat is voor deze zware tocht natuurlijk iets wat je er totaal niet bij kan hebben. Hij is ontzettend teleurgesteld, maar om die redenen moet hij dus de groep verlaten. En hij neemt op 28 januari daarom ook de slee terug. Terug naar de bewoonde wereld. En hij maakt de tocht niet. De teleurstelling zal uiteindelijk plaats hebben gemaakt voor heel wat opluchting. Want Yuri Yudin heeft daardoor als enige dit hele incident overleefd. Ook al heeft hij de tocht niet gemaakt en hij heeft de dood toch net niet in de ogen gekeken. Doe me dan een beetje denken aan Final Destination, dat je net de dans ontspringt. Nou, de groep blijft uiteindelijk over met 9 man, 7 mannen en 2 vrouwen. En zij trekken verder richting Otorte. Dat Yuri ermee is gestopt, dat is niet voor niks. Het is echt een loodzware reis wat die groep te wachten staat, in een snijdende kou. En voordat Yuri trouwens vertrok, heeft Igor hem nog ingefluisterd dat ze op 12 februari zouden terugkomen. Ze hadden in die tijd ook geen mobieltjes, hè jongens, 1959. Dus dat moest allemaal op die manier. Dus op 12 februari werd de groep terugverwacht. Na dagenlang door de bergen te hebben gewandeld, bereikt ze uiteindelijk de berg. Kolat Shakol. De berg wordt ook wel Dead Mountain of Silent Peak genoemd. Hier besluit de groep hun kamp op te zetten en te rusten voordat ze met de tocht verder gaan. Maar wat er vervolgens is gebeurd, dat is dus tot op de dag van vandaag een raadsel. De groep is niet verder gekomen dan tot op dit punt. Op 12 februari zou de groep dus terugkomen, maar die dag blijft het echter stil. En de dagen daarop ook. Een vertraging bij dit soort tochten, dat is redelijk normaal. Dat gebeurt wel vaker, dus ja, niemand schiet meteen in de paniek. Maar uiteindelijk, als het maar duurt en duurt en duurt, beginnen de families van deze expeditieleden zich toch ontzettende zorgen te maken en te begrijpen. Na dagenlang smeken start de universiteit toch een zoektocht naar de groep. Op 20 februari, 8 dagen nadat de groep al zou terugkomen, start het reddingsteam met de zoektocht en trekken zij de bergen in. Al snel wordt ook politie en het leger ingezet met de zoektocht. En ze komen al vrij snel tot de conclusie dat ze hun eindbestemming, de bergen, de Otorte, niet hebben bereikt. Dat is namelijk eigenlijk het eerste punt, het beginpunt van de zoektocht. Maar daar wordt geen enkel spoor van de groep gevonden. Dagen later vinden ze sporen van skis. En door die sporen te volgen komen ze uiteindelijk uit bij de berg waar de Dyatlov-groep een kamp had opgezet. Bij Dead Mountain dus. Het reddingsteam vindt een kapotte tent net onder de top van de berg. En wat opvallend is, is dat de tent gescheurd is en nog vol ligt met persoonlijke spullen zoals kledingstukken, 9 rugzakken, keukengerei, voedsel, documenten en daarbij ook meerdere paren schoenen. Verder worden er nog camera's gevonden, notitieboekjes, fotorolletjes, alles erop en eraan. En het reddingsteam heeft ook foto's gemaakt van deze plek. En dan zie je ook hè, op de foto van deze tent dat je 2 paaltjes omhoog ziet staan. En dat wat ertussen gespannen hoort te zijn, dat ligt slap tussen de sneeuw op de grond. Ze komen erachter dat de tent van binnenuit kapot is gesneden. Maar daar vinden ze verder niemand. Dus ze besluiten de voetsporen te volgen. En wat meteen opvallend is, is dat deze voetsporen gemaakt zijn door mensen. 9 of 8 stuks. Allemaal met geen schoenen aan, geen sokken. Misschien 1 schoen of een sok. Dat is natuurlijk niet normaal met deze temperaturen. Want even voor het beeld, het was niet zomaar een beetje koud. Het zou rond die tijd rond de min 25 moeten zijn geweest. Ga dan maar eens even met je blote teentjes door de sneeuw huppelen. Dat is echt niet te doen. Ze konden zien dat slechts 1 iemand laarzen aan had. Direct gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Het reddingsteam bestudeert de voetsporen grondig. En de voetsporen leiden dan naar het bos verderop. Dat gaat bergafwaarts. Het is dan ongeveer 1,5 kilometer verder. En aan de bosrand, onder een grote dennenboom, vinden ze resten van een klein kampvuur wat eerder is gemaakt. Bij het kampvuur worden 2 lichamen gevonden. Ze liggen 1,5 kilometer van de tent af. En het gaat hier om Yuri Doroshenko en Georgi Kivonushenko. Gek genoeg dragen beide mannen
alleen hun ondergoed. Je kunt best wel wat foto's vinden, hè, van de plaats delict. Ja, ik weet niet hoe ik het in dit geval moet noemen, maar in ieder geval de plaats waar het incident zich, ja, heeft voltrokken. Dus ook de lichamen zijn gefotografeerd. Let erop, het zijn heftige beelden. Ik laat de geblurde versies zien. Mocht je daarnaar op zoek gaan, het is natuurlijk niet iets wat heel fijn is om te zien. Maar het staat gewoon wel op het internet. En dan zie je ook dat een van die twee mannen, ja, een shirt draagt. Dat ze in een onderbroek liggen, blote benen. Ik krijg er al koud van als ik eraan denk met min 25. Dat is natuurlijk ook niet te overleven. Yuri Doroshenko lag op zijn buik en Georgi Kivonischenko op zijn rug. Beide mannen hadden op bepaalde plekken brandwonden. Yuri had in ieder geval brandwonden aan zijn voet en aan zijn gezicht. En Georgi aan zijn linkerbeen en aan zijn voet. En ze lagen dus 3 meter van het kampvuur af. Er was ook nog iets met die dennenboom waar die mannen onder werden gevonden. Want alle takken onderaan de dennenboom waren afgesneden of afgebroken. Eigenlijk alle takken die vanaf de vloer bereikbaar zijn, daar was iets mee gebeurd. Ook hoger in de bomen, tot wel 5 meter hoog, waren er ook takken afgebroken. Dus dat zou erop kunnen duiden dat iemand naar boven is geklommen. Misschien om te kijken of de kust veilig is of om te vluchten voor iets. Dezelfde dag vinden ze ook het lichaam van Igor Dyatlov, de 23-jarige leider van de groep. Naar hem is dit hele incident natuurlijk ook vernoemd, hè? Het Dyatlov-incident. Maar hij lag dus tussen het bos en de tent in. Het leek er dus op alsof hij onderweg was naar de tent. Daarbij worden ook nog 2 andere lichamen gevonden. Die van Rustik Slobodin en van Zinaida Kolmogorova. Igor, Rustik en Zinaida werden dus tussen het bos en de tent gevonden. Ze liggen een paar honderd meter uit elkaar, dus ze liggen niet bij elkaar in de buurt. En ze waren ook allemaal heel licht gekleed. De houding van hun lichaam suggereert dat ze onderweg waren naar de tent. Waarschijnlijk om proviant, om warme kleren te halen. Schoenen, het zou ongelooflijk koud moeten zijn geweest. En het lijkt erop alsof ze de tent niet hebben kunnen redden. Dat ze daar bezweken zijn, onder de kou, onder de weersomstandigheden. Igor zat onder de schaafwonden in het gezicht, had gekneusde knieën. En ook zijn handen hadden bepaalde kneuzingen. Het zijn het soort kneuzingen wat je ziet bij mannen die met elkaar op de vuist gaan bijvoorbeeld. Diezelfde verwondingen op die knokkels werden gevonden bij Rustik Slobodin. Dus ook hij had gekneusde knokkels. Verder had hij bloedingen bij zijn slaap, schaafwonden aan het gezicht. En het opvallende is dat hij als enige van die mensen die daar lagen een schedelbreuk had. Dan even over Zinaida Kolmogorova. Zij lag met het gezicht naar beneden in de sneeuw. En zij was nog wel iets beter gekleed dan de rest die daar werd gevonden. Ook zij had schaafwonden in het gezicht. Haar handen zaten onder de verwondingen. En die waren ook zelfs bevroren. Ze had daarbij een enorme blauwe plek in haar zij. Alsof ze met iets langwerpigs geslagen was. Of ergens heel hard op terechtgekomen was. Het zou het soort verwonding kunnen zijn als je met een knuppel geslagen wordt bijvoorbeeld. Alles wordt in ieder geval overgedragen aan de politie en de 5 lichamen worden grondig onderzocht door een lijkschouwer. Tijdens de eerste autopsie concludeert men dat deze 5 studenten zijn omgekomen door onderkoeling. Dan zul je afvragen, hoe komen ze dan aan die verwondingen? Dat is dus het grote raadsel. Alleen bij Rustik Slobodin is een scheurtje in de schedel gevonden, maar dat schijnt niet de doodsoorzaak geweest te zijn. Hij is gewoon echt om het leven gekomen door de onderkoeling. Maar daar moet nog iets anders hebben gespeeld. Dat kan niet anders. Alle 5 lichamen hebben heel weinig kleren aan, dus het team gaat ervan uit dat de groep in alle haast en paniek plotsklaps vertrokken moet zijn uit die tent. Dat zou natuurlijk een logische verklaring zijn, hè, dat ze zo weinig kleding droegen, maar ook dat ze onderkoeld waren. Ze zijn waarschijnlijk voor iets gaan schuilen of ergens voor gaan vluchten en zijn daardoor in de meest erbarmelijke omstandigheden terechtgekomen. En toen was er blijkbaar geen weg meer terug. Nou, er zijn natuurlijk camera's gevonden, hè? Fotorolletjes. En die fotorolletjes worden ontwikkeld om te kijken hoe die trip er voor die jongeren uit heeft gezien. En of er iets opvallends op te vinden is op die foto's. Deze komt ook weer even kijken. Gelukkig nieuwjaar, Dolly. We zijn iets heel spannends aan het vertellen. Er werden uiteindelijk meerdere camera's van verschillende expeditieleden gevonden. En er lagen dus ook nog 2 losse rolletjes in de tent. Waar die camera's precies lagen, dat weet ik niet precies. Ik weet in ieder geval dat er minstens 1 in de tent lag. Maar met die beelden, die foto's die gemaakt zijn met die camera's, kunnen ze natuurlijk een heleboel nagaan en onderzoeken. Zo beginnen ze met het reconstrueren van deze reis.
Op die foto's is te zien, hè, dat de verhoudingen binnen de groep goed lijken te zijn. Alles lijkt op rolletjes te gaan. Je ziet ook allemaal lachende mensen. Ze hebben plezier. De tocht werd echt uitgebreid vastgelegd. Het heeft iets nostalgisch, maar ook echt wel wat grimmigs. Want je weet gewoon dat die hele groep, dat hun iets verschrikkelijks te wachten staat. Want op dat moment hebben ze nog zoveel plezier. Je krijgt verder wel echt een inkijkje in die tocht. En dat is natuurlijk hartstikke handig voor het onderzoek. Nou, op een van die foto's zie je bijvoorbeeld duidelijk iemand in de sneeuw liggen, lachend. Ze hebben het hartstikke leuk met elkaar. De onderzoekers weten dus in ieder geval te achterhalen, hè, dat ze op 23 januari vanuit Jekaterinenburg zijn vertrokken. En dat Yuri Yudin hen op 28 januari heeft moeten verlaten. Na deze dag moeten ze alle informatie uit die dagboeken, die logboeken halen en die foto's. En aan de hand van de zon, de sluitertijd op de camera's en de dagboeken kunnen de foto's dus gedateerd worden. Super knap. Ja, ze weten toch echt heel wat foto's te dateren op die manier. In de dagboeken worden verder geen ruzies beschreven tussen de expeditieleden. Er werd verder geen alcohol genuttigd. De groep heeft ook roken afgezworen. Lijkt me ook wel handig, hè, als je zo'n intensieve tocht gaat maken in de bergen. Dat je longcapaciteit zo goed mogelijk is. Ja, dan kun je beter geen peukie opsteken. Verder hadden ze alleen een heel klein flesje alcohol meegenomen. Die alleen bedoeld was voor medische noodzaak. Uiteindelijk wordt op 1 februari de allerlaatste foto gemaakt. We zien daar een groep mensen een soort put graven in de sneeuw. En dat is bedoeld voor de tent, hè, om het kamp op te zetten. Ze graven die tent best wel een stuk in. Je ziet ook dat de ski's eromheen staan, geprikt in de sneeuw. En dat het weer echt best wel slecht is. Je ziet gewoon dat het waait, dat die mensen allemaal een capuchon op hebben gezet. Die weersomstandigheden zijn niet voor de poes. De onderzoekers schatten dat deze foto ongeveer 5 uur in de middag is genomen. En dit zou dan ook echt het laatste teken van leven zijn van de hele groep. In de dagboeken kun je ook lezen dat de groep op die 1 februari wat later is vertrokken dan eigenlijk het plan was. Ze hebben dan ook niet heel veel verder gelopen die dag. Ik had het al vermeld, maar als we even teruggaan naar die tent. Die zijkanten van die tent, die zijn van binnenuit opengesneden met een scherp voorwerp. Doordat 2 mannen natuurlijk dood zijn gevonden in hun ondergoed, gaan er nogal wilde geruchten rond. Zo zouden ze misschien wel helemaal gek of paranoia zijn geworden van iets. Zouden ze hun kleding uit hebben getrokken, omdat ze gewoon helemaal gek waren geworden. Hè? Ze hadden hun verstand kwijtgeraakt. Toch zijn er een heleboel zaken die deze theorie weer tegenspreekt. Er zou iets gebeurd moeten zijn waardoor er paniek is ontstaan. En dan zou je moeten denken aan een ongeluk of misschien iets anders dreigend. De situatie moet hoe dan ook dreigend zijn geweest. Het lijkt er niet op alsof mensen hun verstand hebben verloren. Maar goed, 5 van deze expeditieleden zijn gevonden. Maar 4 blijven best wel nog een tijdje vermist. Tot een paar maanden later, moet je nagaan, het is dan inmiddels 4 mei. Nou, 1 februari was het laatste teken van leven van de groep. Maart, april, mei, 3 maanden later, moet je nagaan. Dan pas worden de andere 4 lichamen ontdekt. Het zijn de lichamen van die oudere man, hè? Sasha Zolotaryov, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibau en Lydia Dubinina. Ze liggen wat verderop in het bos, onder een laag van maar liefst 4 meter sneeuw in een beekje, in stromend water dus. En het is misschien gek, want het is daar ontzettend koud. Maar hoe koud het ook is, dat beekje blijft onder de sneeuw doorstromen. Het beekje ligt ook echt flink wat dieper. Het lijkt een soort ravijn. Zij worden in de buurt van een schuilplaats gevonden die de 4 gegraven zouden hebben. Vlak voordat het ergens hartstikke misging dus. Even voor de duidelijkheid, dat beekje ligt toch een eindje af van het bos af, hè? Dus zij zijn echt wel een eindje verder gelopen dan de eerste 5 die doodgevonden werden. Tussen de tent, het bos en in het bos. Dat gegraven gat midden in de sneeuw, dat is niet voor niets. Dat heeft echt een functie gehad. Dat hebben die 4 als noodplan ingezet. En waarschijnlijk is het een idee van Sasha geweest. Die 38-jarige man, want hij heeft een militaire achtergrond. En in het leger wordt deze methode vaak gebruikt om de koude wind te vermijden. Dus ze hebben een heel groot gat gegraven. En uiteindelijk, als je diep genoeg zit, dan zit je een stuk warmer. Als natuurlijk boven de sneeuw. Hoe zij dan uiteindelijk in het beekje terecht zijn gekomen, helemaal onder de sneeuw, daar is uiteindelijk wel een verklaring voor, maar daar kom ik later op terug. Voor nu blijft het even een mysterie. Uiteindelijk worden deze 4 lichamen naar de lijkschouwer gebracht. Die komt met een autopsierapport naar buiten. En daaruit blijkt dat deze 4 lichamen er echt een stuk
slechter aan toe zijn dan de eerdere 5 die gevonden werden. We beginnen bij het lichaam van Lidia Dubenina, het jongste meisje van de groep, zelfs 20. Zij werd ook als eerst aangetroffen trouwens. Ze werd op haar knieën met haar buik tegen een rots gevonden, met het stromende water echt, nou ja, langs haar, onder haar. Ze zat gewoon in een beek, met haar handen over een rots gedrapeerd, alsof ze zich daar aan vastklampt. Maar het lugubere aan haar dood is dat specifiek haar tong mist en haar ogen zijn uit haar oogkassen verdwenen. Haar gezicht is extreem gehavend, maar ook haar ribben zijn gebroken. En dat zijn niet zomaar breuken. Dat zijn breuken alsof je bent aangereden en een heel heftig auto-ongeluk hebt gehad. De lichamen van Sasha en Alexander worden een soort van lepeltje-lepeltje gevonden, alsof ze elkaar warm probeerden te houden. En het lichaam van Nikolai lag daar vlak naast. Dus zij lagen best wel, ja, met z'n drieën dicht bij elkaar. En ook zij liggen alle drie in het water van het beekje. Sasha Solotaryov was goed gekleed. Dat was wel opvallend, hè, dat alleen hij en Nikolai helemaal op de kou gekleed waren. Ja, het leek er wel op alsof Alexander en Nikolai compleet waren wat dat betreft. Ook Nikolai had dus flink wat kleding aan tegen de kou. Net als Sasha dus. En er wordt zelfs gesuggereerd dat beide mannen, Nikolai en Sasha, zich wellicht al buiten de tent bevonden voordat de pleuris ergens uitbrak. Het is niet bewezen, maar het zou kunnen. Deze twee mannen waren echt de enigen die er volledig op gekleed waren. Er zou ook nog een andere reden kunnen zijn dat zij zoveel kleding droegen. Wat ik nog niet heb benoemd is dat de tent een soort schoorsteentje had en een soort kachel. Die kachel die hing precies in het midden van de tent. Dus de personen die in het midden liggen, die kregen het ontzettend warm. Maar moest je wat verder aan de rand liggen, dan zou het kunnen zijn dat je al je kleding nog aan moest houden. Het zou dus zo kunnen zijn dat Nikolai en Sasha aan die buitenrand lagen en daardoor dus al helemaal op het weer gekleed waren. En dat zou dus ook gelijk kunnen verklaren waarom twee mannen in een ondergoed werden gevonden. Zij lagen waarschijnlijk precies onder de kachel. Het zou dus allemaal kunnen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze achteraf spullen van een ander aan hebben getrokken bijvoorbeeld. Verder had Nikolai een gebroken schedel. En het lijkt erop dat deze verwonding is veroorzaakt door iets als gooien, vallen of het overboord gooien van een lichaam. Hij is dus met zijn hoofd, met zijn volle gewicht, met zijn hoofd ergens tegenaan geknald. Daar lijkt het op. Sasha had net als Lidia trouwens gebroken ribben. Ik had het net al bij Lidia gezegd dat dat soort breuken, dat soort letsel, alleen veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld een heel heftige druk. Een auto-ongeluk bijvoorbeeld, maar wel echt een heel heftig auto-ongeluk. Gek genoeg is daar uitwendig niks van te zien. Dus die verwondingen, ja, dat zijn echt inwendige verwondingen geweest bij zowel Sasha als Lidia. Opvallend is dat Sasha's oogballen, net zoals bij Lidia, ook missen. Dus die zijn door wat voor reden dan ook uit de oogkassen gehaald. En hij heeft nog een verwonding aan zijn wenkbrauw. Daar mist weefsel. Na onderzoek blijkt ook nog dat de kleding van Sasha vooral, en volgens mij ook die van Lidia, die kledingstukken van hun radioactief bleken te zijn. Het wordt alsmaar gekker en gekker en gekker. Als laatste van de vier hebben we nog Alexander die ik wil bespreken. Hij had bepaalde vervorming in zijn nek, misschien door een val of er moet iets ongelukkigs zijn gebeurd. En hij mist beide wenkbrauwen totaal. En op delen van zijn kleding, heel opvallend, precies bij zijn broeksband en bij de onderkant van zijn sweater, zijn er ook radioactieve sporen te vinden. Net zoals bij Lidia dus. Lidia had het op haar sweater. Het lijkt erop dat de tweede groep van de wandelaars die gevonden werden later stierven dan de eerste groep, hè, die gevonden werd. En ook door een heel andere reden lijkt wel. Zij hebben allemaal letsel, hè, die laatste vier, van een bepaald soort impact. Dat is natuurlijk wel heel opvallend. Hoe kan dat in godsnaam? Daarbij hebben ze ook kledingstukken gevonden bij groep nummer 2. Die ze bij groepje nummer 1 hadden uitgetrokken. Die waren waarschijnlijk al overleden. Daar hebben ze de kleding van gebruikt om zichzelf warm mee te houden. Eigenlijk door de letsels van groep nummer 2 gaat de politie eigenlijk vrij snel uit van een misdrijf. Of in ieder geval dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn dat daar iets is gebeurd. En dat daar iemand bij betrokken is. Ze denken dan vooral aan één bepaalde groep. Een stam die zich daar ophoudt. En die stam, dat zijn de Mansen.
In dit gebied wonen heel weinig mensen. Alleen de Mansen zijn daar best wel actief. Dit zijn de oorspronkelijke bewoners uit dat gebied, voordat het Russisch werd gemaakt. Ze gebruiken het daar voor hun rendieren, ze jagen, ze vissen. De Mansen hebben min of meer een nomadisch bestaan en komen zo nu en dan in het gebied waar de groep verdween. Er stond ook een soort religieuze paal opgesteld in de buurt van waar dat kamp was opgezet van de Dyatlov-groep. Wie weet waren die wandelaars wel in heilig gebied terechtgekomen en moesten ze daarvoor boeten met hun leven. Daar wordt toch wel aan gedacht. Een aantal Mansenjagers worden dus opgepakt, maar er wordt nul bewijs tegen hen gevonden. Als daar een ander persoon bij betrokken is geweest, hadden ze extra voetsporen moeten vinden. En de politie vond uiteindelijk 9 paar voetsporen. Dus als het de Mansen waren, hoe hebben ze dat dan gedaan? Zonder ook maar 1 voetspoor achter te hebben gelaten. Daarbij stonden ze ook helemaal niet bekend als gewelddadig. Ze hebben zelfs nog meegeholpen aan de zoektocht, hè. Uiteindelijk wordt deze theorie weerlegd. Het kunnen in ieder geval niet de Mansen zijn geweest. Überhaupt, hè, als er geen voetsporen gevonden zijn, zou er niemand bij betrokken zijn geweest. Ondertussen wordt er ook wat kritischer gekeken naar de foto's. En op een paar van die foto's staan wat felle lichten die zijn vastgelegd. Als je het mij vraagt, is daar letterlijk niks op te zien. Je ziet misschien een lensflare of een mislukte foto. Maar echt lichtflitsen, ja, ik kan daar niet veel van maken. Dit heeft de onderzoekers er uiteindelijk wel toe gezet om die lichamen en die kledingstukken te testen op radioactiviteit. Dus door die foto's zijn ze dus dat gaan doen. Daar hebben ze een reden voor gehad en dat waren die foto's met die lichtflitsen. 1959 vond plaats midden in de Koude Oorlog, hè? Dat is de tijd dat die Dyatlov-groep die tocht maakte. Maar de Sovjet-Unie voerde ook regelmatig atoomproeven uit in Siberië. Wie weet had dat wel met dat felle licht op die foto's te maken. Het zou kunnen. Voor de onderzoekers zijn het alleen maar puzzelstukjes die de puzzel juist ingewikkelder lijkt te maken dan makkelijker. Dus stukje bij beetje komen ze erachter dat hoe meer informatie ze krijgen, hoe lastiger de oplossing te vinden lijkt te zijn. De eerste 5 lichamen vertoonden niet van die extreme verwondingen, maar waren wel heel licht gekleed. De andere 4 die vertoonden heel heftige, intense verwondingen en waren heel warm gekleed. En dan zijn bepaalde kledingstukken ook nog eens radioactief. Waar moet je het in godsnaam zoeken? Je zou verwachten dat er een heel ingrijpend onderzoek volgt, maar de realiteit is anders. Eén dag. Nadat blijkt dat bepaalde kledingstukken radioactief blijken te zijn, wordt het boek gesloten. Het onderzoek stopt hier. Het is dan nog niet eens een maand nadat de laatste lichamen gevonden zijn. Er zijn geruchten dat de KGB, de geheime dienst in de Sovjet-Unie, hierna nog een onderzoek heeft ingesteld. Maar tot op de dag van vandaag is niet zeker of dit ook wel echt is gebeurd. Het zou ook weer onderdeel kunnen zijn geweest van de geruchtenmolen. En we weten ook allemaal dat in de Sovjet-Unie vrijwel alles door de overheid geheim wordt gehouden. Tot de jaren 90 waren de onderzoeksfoto's en de dossiers dan ook niet toegankelijk. Maar in 1990, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, komt er een boek uit. En dat boek, dat heet The Price of State Secrets is 9 Lives. Dus de prijs die betaalt voor staatsgeheimen zijn 9 levens. Even grofweg vertaald. De timing van het boek is niet zo gek, want als de Sovjet-Unie gevallen is, worden een hele hoop overheidsdocumenten beschikbaar gesteld. En zo ook de foto's van het incident van de Dyatlov-groep. In dit specifieke boek wordt vooral ingegaan op die lichtflits in die foto, de straling, om het zomaar te noemen. Die schrijver van het boek die onderzoekt vooral de mogelijkheden of er bijvoorbeeld een geheim wapen werd getest door de Russen. Misschien zouden ze door bepaalde straling wel helemaal gek zijn geworden of zouden ze in paniek zijn geraakt door die oefeningen. Nou, dat boek krijgt natuurlijk heel wat kritiek, want niks is zeker. En omdat het zo zwaar leunt op de theorie dat het zou gaan om een geheim wapen, ja, daar vinden mensen gewoon wel wat van. Maar die felle lichten die zouden gezien zijn door meerdere mensen. Tijdens het zoeken bijvoorbeeld, dat reddingsteam zou ook lichtflitsen gezien hebben. Zo ook bepaalde mensen die aan het kamperen waren in de buurt, zo 50 kilometer verderop. Ten tijde van het Dyatlov-incident zouden ook zij lichtflitsen in de lucht hebben kunnen aanschouwen. Maar goed, het is al zoveel jaren geleden. Je weet gewoon niet of mensen interessant willen doen met hun verhalen. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n reddingsteam daarover zou liegen. Dus het zou kunnen. Maar we weten ook niet wat die flitsen nou precies te betekenen hebben.
Door dit boek is de interesse wel gewekt bij mensen. Het Dyatlov-mysterie, dat wordt echt een hele bekende, hè, onder de mensen. Uiteindelijk wordt er ook een artikel geschreven door een van de mensen uit het reddingsteam. En hij beweert dat hij van zijn superieuren niets mocht zeggen over die lichten die het zoekteam in de lucht hadden gezien. Dus hij beweert ook nog dat hem de mond werd gesnoerd. In het jaar 2000 wordt er een documentaire gelanceerd. Die documentaire heet The Mystery of Dyatlov Pass. En vanaf dit punt worden de foto's, de stukken uit de dagboeken, de logboeken, ja, openbaar gemaakt. Ook stukken van politierapporten worden gedeeld op het internet. Je kent het internet. Er ontstaan talloze theorieën van mensen die denken te weten hoe het precies zit. Van alienverhalen tot Yeti. Alles komt voorbij. De politie had natuurlijk al rekening gehouden met de theorie dat de Manson hierachter zouden zitten. Dat is destijds al weerlegd. Die theorie neem ik dus niet mee binnen het lijstje theorieën wat ik met jullie ga delen. De eerste is tegelijk de minst logische en dat is de Yeti-theorie. Een Yeti zou de groep hebben laten schrikken. Hals over kop zou de groep de tent moeten hebben verlaten. En dat een deel van de slachtoffers geen ogen meer hebben, eentje een tong mist. Dat heeft dus te maken met een aanval van, jawel, de Yeti. Internetgebruikers komen zelfs een foto tegen in het dossier uit een van de fotocamera's van de expeditieleden, waarop zij denken te zien dat daar een Yeti op staat. En inderdaad, als je dat ziet, denk je echt, wow, hè, dat is er een. Dat kan niet missen. Je ziet ook best wel een vaag figuur in de verte zo achter een boom vandaan komen. De foto is best wel onscherp, maar ja, het zou kunnen, hè, dat het een Yeti-achtig figuur is. Het is ook echt daadwerkelijk een foto die gevonden is in het fotorolletje. Daar valt niet over te twisten. Het is geen neppe, het is echt een foto gemaakt daar door die mensen. Maar dit is wel een foto die gemaakt is na een foto dat Nikolai het bos inloopt. En op deze foto lijkt het eigenlijk gewoon alsof Nikolai weer terugkomt. Ook als je ziet, hè, wat voor kledingstukken die mensen droegen, wat voor enorme jassen dat waren met capuchons. Dat silhouet komt perfect overeen met iemand die zo'n ruige capuchon draagt. Maar een Yeti, ja, geloof maar zelf wat je wil. Ik zie het er niet in. Ik zie vooral iemand op een onscherpe foto staan met een gigantische capuchon. Nou, ook de alien-theorie komt voorbij, hè, dat er radioactieve sporen zijn gevonden op kleding. Ja, dat moet te maken hebben met buitenaards leven. Het is een buitenaards tafereel, een aanval vanuit de hoogte. Dat zou toch echt de enige verklaring moeten zijn, ook met die lichten, et cetera. Dat was niet iets van de Sovjet-Unie, dat was geen bomoefening of wat dan ook. Nee, dit waren aliens. Een theorie waar toch wel echt menig mens in lijkt te geloven. Er is toch wel een theorie waarvan je denkt, nou, dat klinkt best wel plausibel. In de Sovjet-Unie waren destijds strafkampen een belangrijk onderdeel van het strafsysteem. Verhalen over succesvol ontsnapte gevangenen die overleven in de bergen en onschuldige hikers van het leven beroven, dat is een verhaal wat je als overheid natuurlijk graag geheim wil houden. Bij het verhaal over die gekke lichten weten we al dat er druk is uitgeoefend op een van de reddingswerkers bijvoorbeeld. Wie weet zijn er ook wat voetsporen uit het onderzoeksrapport gehaald? Of zijn de verwondingen net wat anders beschreven? Online is het een theorie waar veel mensen in geloven, dus dat er een gevangene uit zo'n strafkamp ontsnapt is, de berg in is gevlucht en die mensen van het leven heeft beroofd. Het blijft dan nog steeds raar dat er niks uit de tent is meegejat. Want ik kan mij gewoon voorstellen dat zo'n gevangene op zoek is naar eten. Nou, die tent lag vol met eten. Waarom heb je dat dan niet meegenomen? Het motief is wat dat betreft nogal zoek. En dan nog de theorie over de militaire experimenten. Ik zei het al, de Sovjet-Unie gebruikte Siberië best wel vaak voor testen van hun wapens, hun bommen bijvoorbeeld. Wie weet heeft de groep wel intense knallen gehoord, waardoor ze zo enorm geschrokken zijn dat ze die tent uit zijn gevlucht. En dat ze dus uiteindelijk aan onderkoeling en wat dan ook gestorven zijn. Maar goed, hè, dit zijn allemaal wilde verhalen. Het zou allemaal kunnen, behalve het Yeti en het alien verhaal. Zijn dit gewoon best wel plausibele theorieën? Maar nu wil ik het even hebben over de theorieën waar mensen aan denken met een natuurlijke oorzaak. De elementen van de aarde. Wie weet, zij zijn wel schuldig voor de dood van deze 9 jonge mensen. In de dagboeken werden die dag geschreven, op die 1 februari, dat het onwijs waaide die dag. Je ziet het ook op de foto's. Het zou goed kunnen zijn dat er valwinden zijn ontstaan. Ik weet niet precies wat een valwind was, hè, voor dit verhaal. Maar die omgeving biedt wel schijnbaar de
ideale omstandigheden om valwinden te veroorzaken. Een valwind zou je kunnen zien als een hoop neerstortende lucht die heel veel schade kan aanrichten. Als dit die nacht is gebeurd, kon de groep niet in de tent blijven, want die tent zou hoe dan ook instorten. Nou, daardoor is de groep de tent uitgevlucht, hebben ze dat verzwaard met sneeuw en met een zaklamp, hè, die werd ook bovenop de tent gevonden blijkbaar, in de hoop die tent te sparen. Dan snap ik alsnog niet dat de binnenkant, hè, dat gescheurd is, dat er gaten gemaakt zijn in de tent, dat maakt al geen sens. Maar goed, tot zover de windtheorie. Die mensen die zijn dus buiten komen te staan zonder hun spullen, zonder hun kleding en zijn zo in deze omstandigheden terechtgekomen. De laatste theorie, en dat is toch wel de meest plausibele theorie, en dat is ook de theorie waar ik persoonlijk heilig in geloof, is de theorie dat een lawine dit veroorzaakt zou hebben. Of een soort verschuiving in een diepere laag onder de sneeuw. In 2019 kwamen onderzoekers tot de conclusie dat dit toch de oplossing zou moeten zijn. Niet voor 100% zekerheid te zeggen, maar zij dachten toch echt de oplossing te hebben voor dit mysterie. Toch bleven er speculaties, hè, want de berg zou niet steil genoeg zijn. Die hoek, hè, dat is niet ideaal voor lawines daar. Die berg, dat kan dat nooit veroorzaakt hebben. Verder werd er ook geen sneeuwval in dat gebied gemeld rond die periode. Dus dat zou gek zijn volgens velen. Want een lawine wordt eigenlijk altijd wel veroorzaakt door een bepaald soort gewicht wat op de sneeuw terechtkomt, waardoor dat sneeuw gaat schuiven. En dat is dus vallende sneeuw. En er was geen vallende sneeuw. Er zijn twee onderzoekers, het is best wel interessant, van twee Zwitserse universiteiten die hier achteraan gaan. Die eens gaan kijken of er een mogelijkheid is om deze theorie hard te maken. Ze reisden hiervoor zelfs naar Disney in de Verenigde Staten. Jawel. Want voor de film Frozen hebben animators van Disney gewerkt aan een computermodel om sneeuw zo realistisch mogelijk weer te geven in de film. En dat computermodel is zo succesvol dat deze Zwitserse onderzoekers dit graag wilden inzetten. Nou, met een paar aanpassingen konden ze dit model gebruiken voor deze case. En zo konden ze kijken hoe sneeuw zich op de berg onder verschillende omstandigheden kan gedragen. En zo komen ze tot de conclusie dat een lawine op deze berg, ook al is het zeldzaam, dat het best wel voor zou kunnen komen. Onmogelijk is het in ieder geval niet. Goed, ze kwamen in ieder geval met een bepaald soort theorie. Er zijn bepaalde foto's te zien op het fotorolletje dat de leden van de groep het kamp op aan het zetten zijn en best wel een put graven om de tent heen. Dit gat voor die tent zou de sneeuw daar, of in ieder geval die onderlaag, instabiel hebben gemaakt. In combinatie met die enorm harde wind die dag, zou het kunnen dat 's nachts die onderlaag is gaan schuiven. Ik weet niet precies hoe dit werkt, maar doordat ze dat gat gegraven hebben en in combinatie met die wind, zou dat voor een kleine lawine hebben gezorgd. Of een soort ophoping. Een ophoping van sneeuw, wat uiteindelijk met best wel veel kracht tegen hun tent is gekomen. Waarom daar geen sporen uiteindelijk van gevonden zijn, zou weer kunnen komen door die put die ze hebben gegraven. Want ja, de hoeveelheid sneeuw was genoeg om die put te delven. Van een grote lawine moet je heel veel terug kunnen vinden. Dat er bomen om zijn gevallen, et cetera. Maar in dit geval was die mini-lawine wel onzichtbaar gemaakt door die put die ze gegraven hebben. En door het sneeuw wat achteraf nog is gevallen. Hè? Want die mensen zijn natuurlijk veel later pas gevonden. Sporen van die kleine lawine waren dus niet zichtbaar. En dat kan. En dit zou exact de reden kunnen zijn dat zij hun tent uitgevlucht zijn. Die sneeuwophoping, die lawine, is in ieder geval tegen hun tent aangekomen. En om even terug te komen op die kachel waar ik het eerder over had. Stel je nou voor, die tent is ingestort door die sneeuw. Kwam die kachel natuurlijk ook naar beneden. De eerste twee slachtoffers die gevonden werden, hadden brandwonden. Wie weet werden die brandwonden daardoor wel veroorzaakt. De groep verlaat hun tent, snijden de tent open. Doodsbang verlaten ze de tent. In alle haast zonder kleding aan te trekken. Uit angst dat er nog een groter gevaar zou oplaaien, zoals nog een grotere lawine, moesten ze dekking zoeken en proberen ze zichzelf in veiligheid te stellen. Deze theorie, hè, wat de uren daarna zich afspeelt en hoe de lichamen zijn gevonden uiteindelijk, dit ondersteunt eigenlijk vrijwel alles, in mijn opinie tenminste. Ze hebben misschien met z'n allen eerst een kampvuur gemaakt, hè, in het bos. Misschien zijn ze daar wel met z'n allen eerst naartoe gerend. Ze zijn licht gekleed, dus ze maken een vuur. Een paar van hen, hè, de eerste twee die gevonden waren, de eerste twee lichamen, hadden ook brandwonden op een voet, een hand. Dat kan natuurlijk zijn doordat ze zichzelf hebben willen opwarmen aan dat vuur. Ze waren natuurlijk in levensgevaar. Dus op een gegeven moment zijn ze zich misschien gaan opsplitsen. Een deel van de groep die besloot naar de tent terug te lopen.
andere deel van de groep is richting dat beekje gelopen, verder het bos in. Om daar een soort, nou ja, ingegraven hol te maken. Dat is dus dat militaire ding, zodat je jezelf kan afweren van de koude wind. Dan kun je het nog heel lang volhouden. Dus misschien hebben ze verschillende plannen gemaakt. Misschien hebben ze, ja, ik weet het niet, zichzelf in veiligheid gebracht. Twee mensen zijn in ieder geval bij het kampvuur gestorven. Drie mensen onderweg naar de tent. Maar uiteindelijk, en dat is het erg aan dit verhaal, bij het graven van dat enorme hol, dat soort van fort ondergronds, of nou ja, in de sneeuw, zijn ze door de sneeuw heen gevallen en in het beekje terechtgekomen. Blijkbaar liep dat beekje onder de sneeuw langs. Hebben ze dat niet gezien? Dat is echt, nou ja, 3 meter onder de grond, hè? Dus uiteindelijk zijn ze daardoor heen gevallen met z'n allen. Zaten ze daar waarschijnlijk al te schuilen voor de koude wind. En daar zaten ze prima. Ze hebben alleen behoorlijk wat pech gehad met dat gat onder hun. Ze hebben een enorme val gemaakt. Zijn waarschijnlijk op rotsen terechtgekomen. Dat verklaart ook de breuken. Dat verklaart die gebroken ribben bijvoorbeeld. Wat overeenkomt met een heel heftig auto-ongeluk. Nou, als jij met je volle gewicht van een bepaalde hoogte op een rots valt, is dat natuurlijk vergelijkbaar. Ik heb ook nog een bron gelezen waarop stond dat die verwondingen al veroorzaakt waren op het moment dat die sneeuwplaat tegen de tent aangekomen zou zijn. Dat zou ook wel met een bloedgang gegaan zijn, met heel veel gewicht en heel veel druk. Alleen, dat lijkt me onlogisch, want met gebroken ribben waren ze nooit zo ver gekomen. Die mensen met de ergste verwondingen zouden dan het verst zijn gekomen van iedereen en zouden nog zo'n enorme kuil gegraven hebben. Dat lijkt me onlogisch, dus dat moet echt gebeurd zijn toen ze die kuil aan het graven waren. Daarbij zouden al die schrammen en in ieder geval de verwondingen die de eerste groep had, hè, die eerste 5 die gevonden waren, dat zou prima kunnen komen door de paniek, door het klimmen in bomen, om te kijken of er echt een lawine aankomt, of de kust veilig is. Alles valt wel te plaatsen, hè, bijna. Wat de groep heeft gedaan en uitgevoerd na het verlaten van die tent, als ze dacht aan een lawine, doen ze perfect volgens het survivalboekje. Zoek een veilige plek, zoek beschutting en maak een vuur. Dat is wat ze gedaan hebben. Precies volgens het handboek. En dat de 2 slechts geklede personen dan ook bij het vuur zijn gestorven, is hartstikke logisch. Is te plaatsen. Hierin zit dan ook gelijk het grootste bewijs dat het niet gaat om een krankzinnig persoon. Of een paniekaanval. Na het verlaten van de tent zijn er eigenlijk alleen maar logische dingen gebeurd als dit om een lawine gaat. Ze zijn dan stomweg slachtoffer geworden van de elementen. Ja, wie weet hadden ze het wel overleefd als ze bij de tent waren gebleven. Want echt een grote lawine, die is uitgebleven. Die is er nooit geweest. Ze zijn waarschijnlijk in paniek geraakt door die sneeuwplaat die tegen de tent aan is gekomen. Dachten dat er een lawine aan zou komen. Hebben volgens het boekje gehandeld. Maar daar zijn ze ook gelijk weer aan gestorven. Dan vraag je misschien af, waarom missen bepaalde mensen hun ogen? Waarom is iemand zijn tong kwijt? Je hebt daar dieren rondlopen. Die zijn er misschien van gaan eten. Ze lagen ook in een stromende rivier. Je weet niet wat dat met iemands gezicht doet. Maar dan nog de radioactieve straling op de kleding. Waar komt dat in godsnaam vandaan? Nou, ik weet niet of jullie de aflevering van mij hebben gezien van 2 jaar geleden van de Radium Girls. Maar destijds had je klokken, spullen waar radium in zat. Radioactieve stof, verf. Stel je voor dat ze bijvoorbeeld een klokbeet hebben gehad. Nou, dat komt wel echt overeen met wat Alexander aan radioactieve stoffen op zich had. Hè? Dat zat precies een beetje bij zijn buik. Waarschijnlijk iets vastgehouden. Het zou ook kunnen gelden voor Lydia. Door het heropende onderzoek en de conclusies van het Zwitserse onderzoek wordt nu toch echt algemeen aangenomen dat een lawine de hoofdreden was om de tent te verlaten. En het verlaten van de tent joeg deze jonge mensen de dood in. Er blijft natuurlijk altijd ruimte voor speculatie. Dus er blijven wel wat vragen open. En het heeft vooral te maken met de KGB-groep, de Sovjet-Unie, hè, die nooit informatie openbaar wilde maken. Wat bijvoorbeeld een vraagstuk is, zijn de voetsporen. De voetsporen zijn vrij netjes neergezet, helemaal gecontroleerd. Leken die mensen, ja, dat bos in te zijn gevlucht. Dus het leek niet alsof ze in paniek waren aan de hand van de voetsporen. Maar goed, dit waren mensen met veel ervaring. Misschien bleven ze rustig onder de omstandigheden. Ja, dat zou natuurlijk kunnen dat ze tijdens het lopen dat gewoon heel gecontroleerd hebben gedaan. Dat is dan een beetje mijn eigen idee erover. Maar dat zou weer raar zijn als je niet in paniek bent. Dan pak je nog even wat spullen om aan te trekken, zodat je niet doodvriest. Dus dat is zo gek. Waarom zijn ze niet in paniek dat bos in gerend? En waarom hebben ze dan, als ze zo rustig waren, geen kleding gepakt? Dat is nog iets waarvan we denken dat is een beetje gek.
We weten dat het onderzoek van de KGB in 1959 vrij snel gesloten werd. Hierdoor zullen we niet precies weten wat er in dat rapport stond. En daardoor weten we ook nooit voor de volle 100% wat er met de groep gebeurd is. Zelfs de ijsplaten, lawinetheorie, daar kunnen we niet 100% van op aan. Maar als ik dit zo hoor, klinkt het heel logisch. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij vindt. Oh jongens, ik ben zo diep in deze zaak gedoken. Er valt nog zoveel meer te vertellen, zoveel details. En er zijn ook wel veel bronnen die het een beweren en het ander. Dat maakt het best wel lastig om dit onderzoek helemaal tot één geheel te maken. Maar ik heb mijn best gedaan. Ja, in de podcast geven we nog een extra theorie en geven we iets meer details weg over hoe de lichamen werden aangetroffen. Dat kan hier namelijk niet. Ja, vind je dat interessant? Vergeet natuurlijk niet om naar Moordkast te luisteren. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast. Meld je daar aan. Krijg je de eerste 30 dagen gratis en kun je daar onze aflevering in ieder geval beluisteren. Ja, wat dit betreft ben ik gewoon heel benieuwd. Wat denken jullie? Wat vinden jullie een plausibele theorie? Laat het me alsjeblieft weten. Dit zijn van die dingen. Mijn hersenen die gaan dan gewoon nog de hele nacht door. En dan droom ik erover dat ik er ben. Zoals vannacht. Heel gek. Om het jaar mee te beginnen is het er nogal eentje. Wat een taaie. En wat sneu dat deze mensen die zo jong waren, zoveel in het verschiet hadden, op deze wijze om het leven zijn gekomen. Dat zouden nu hele oude mensen zijn, maar ze zijn denk ik de leeftijd van mijn opa en oma. Dat is je ook heel gek te bedenken dat het zo lang geleden is. Ook dat tijdsbeeld en die foto's blijft zo'n bizar geheel. En wat nou uiteindelijk de oplossing is, hadden we het maar geweten. Het zijn van die dingen waar je mee bezig blijft. Heb jij theorieën over deze zaak? Laat het hieronder dan achter onderin de comments. Wie weet kies ik een van jullie reacties wel uit om de volgende video te benoemen. Laat in dat geval natuurlijk weten met de hashtag #asonly dat je genoemd mag worden. Volgende week ben ik er weer met een nieuw bizar moordverhaal voor jullie. In dit verhaal, ja, het zou altijd moord kunnen zijn dat de overheid destijds wat dingen onder het tapijt heeft geschoven. Bijvoorbeeld de voetsporen en ander bewijs. Ik ga er niet van uit. Maar dit soort mysteries zijn natuurlijk ook super interessant om met jullie te delen. Mocht je nog ideeën hebben van zaken waarvan je wil dat ik ze bespreek, laat het mij dan ook zeker weten. En aankomende zondag ben ik na 2 weken niet live te zijn geweest, weer live voor jullie op mijn tweede kanaal, Onnestream. Ga daarvoor naar youtube.com/onnestream. Abonneer je daar. Zorg ervoor dat je zondag om 7 in de avond klaar zit om naar mijn livestream te kijken. Dus tot dan. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.